Vrienden, vandaag wil ik jullie bemoedigen met een gedeelte uit het woord van God. We willen samen met elkaar de eerste brief van Peter openen en dan nadenken over dat eerste hoofdstuk. Wat is het goed om het woord van God te openen en te luisteren naar wat God door het levende woord en door de heilige geest tot ons wil spreken. Heerlijk om dagelijks dat woord te openen. Dagelijks te lezen wat er staat geschreven. En maar niet zozeer als droge letters, maar het te mogen genieten als het eten en het drinken. Dat waar je je kracht uit voedt. Zodat het in ons mag leven. En in ons mag worden tot een fontein van leven. Zodat het mag vloeien uit onze buik. Hoe groot is onze God! Vanmorgen stonden we. Als gezin, heerlijk in de bergen, waar we de laatste dagen mochten staan. En toen zongen we samen, die psalm, wat is het heerlijk als die psalmen daar klinken zo tussen die bergen. En dan, dan zongen we psalm 91, en dat derde vers, ik wil het graag voorlezen. De schrik des nachts doet u niet vliegen, waarvoor de boze beven. Geen pijlen hoeft daags te ontzien die hevig om u zweven. De pest, met welke snelle spoed zij moog in duister waarde nog streng verderf, dat smiddags woed zal uw ziel vervaren. Heerlijk om daar met elkaar over te spreken. We hoeven niet bang te zijn voor de schrik in de nachts. We hoeven niet te beven, daar waar de boze voor beeft. En voor ons was dat vanochtend ook een, een ja, echt een bemoediging, diep psalm omdat we in de bergen staan. En nou dan moet je weten dat in het land ook veel angst is. Angst voor terrorisme. Nou, wij hebben daar een aantal dagen in de bergen gestaan. We hebben daar met de mensen die daar wonen veel gastvrijheid en liefde ervaren. Mogen delen met hen. Samen gegeten. Heerlijk. Met zeven man op je knieën rondom een tafel uit éénzelfde schaal te mogen eten. Samen het leven te delen. En een getuigenis te delen vanuit ons eigen leven. Maar helaas, dan zit je daar met elkaar en ineens staat daar in de kamer een politieman. Gevolgd door nog een politieman. Groot automatisch wapen in de hand. Moeten we meekomen. Dan gaan we naar onze auto, ons huis op wielen. En dan uh, moeten we onze paspoorten geven. Krijgen we een gesprek. Waar komen we vandaan? Waar zijn we heen op weg? Wat is het doel van deze missie? En dan komt er nog een auto aan. En nog één. En dan sta je daar met zeven man politie in gesprek. Allerlei verschillende vragen worden er op je afgevuurd. En dan mag je zeggen: Heren, hier zijn we. Instrument in uw hand. En daar zijn we veilig. Wat uw wil is, is goed. Bijzonder om dan met die man grote automatische wapen te staan hier achter de camper en dan te vertellen wie God voor mij is, te mogen getuigen van de hoop die in mij is, te getuigen van waar ik vandaan kom uit de duisternis, getrokken tot dat heerlijke wonderbare licht, hoe ik daar mocht zien op mijn gekruiste middelaar, die mij vrijkocht van het kwaad, vrijkocht van mijn zonden, me gewassen heeft en gereinigd heeft. Hij heeft alles volbracht. Er is hoop. Ook voor die terroristen die ieder moment vanuit die bergen kunnen komen met hun geweren. We zijn niet bang. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wat is die boodschap van God ontwapenend? Na veel heen en weer gepraat, werd het donker. S'avonds weer opnieuw de politie en nog een keer. En uiteindelijk mochten we gaan slapen en dan zongen we vanochtend deze psalm. Een uur na het zingen van deze psalm kwam opnieuw de politie. En moesten we onder begeleiding weg. Het is niet de eerste keer. Vorige week ook, midden in de nacht. Het is al verschillende keren gebeurd. Het is een bijzondere tijd die we beleven. In de hele wereld. Je ziet, de wereld is in de greep van angst. Angst voor pestilentie. Angst voor de dood. Angst voor terrorisme. Voor wapens. Wij hebben ontdekt dat angst. De hele maatschappij in haar greep heeft. En wat is het heerlijk om onbevreesd te zijn. De volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Wat hebben we te vrezen? Wat hebben we te vrezen? Wat een kracht is dat als we dat uit dit Woord tot ons mogen nemen. Daar echt uit mogen leren leven. Het is bijzonder. Wij hebben ook zo vaak met elkaar. Besproken. Wat is toch het geheimenis van deze mensen die hier in zulke diepe armoede leven en zo gastvrij zijn? Deze achterliggende week hebben we gemiddeld twee tot drie keer per dag in gezinnen gegeten. Mensen die naar nou, westerse maatschaven niets te makken hebben, zitten wij daar op de grond te eten? Dat wordt ons wordt voorgeschoteld. Hoe komt het? Dat wij in onze westerse cultuur dat niet gewend zijn. Ik besprak het ook gisteren met een, met een politieman. Ik denk dat het daarin zit, lieve vrienden. Wij hebben zoveel, normaal gesproken, hè, de westerse maatschappij. Wij hebben zoveel dat als wij er maar aan denken dat we een vreemdeling in ons huis halen, hij kan iets meenemen. Dus doen we onze deur maar niet open. We hebben zoveel. Zoveel dat het ons ten diepste voorbij doet gaan aan de gastvrijheid. Ons huis openstellen voor die arme sloeber, voor die zwerver, voor die man of die vrouw die er zo armoedig uitziet. Openstellen het hart, het leven, het leven delen. De Bijbel zegt: "Vergeet de herbergzaamheid niet." Want er zijn er geweest die hebben onwetende engelen geherbergd. Wat een zegen. Om zo bij gezinnen binnen te komen en te mogen getuigen van het licht. Dat gekomen is in deze donkere wereld. Gekomen om zichzelf te geven. Gekomen om gebrokenen te helen. Gevangenen in vrijheid te zetten. Ja, om de banden los te maken. Opdat we uitroepen: Oh halleluja! Die God in de hemel, die schepper van hemel en aarde, is mijn God. Is mijn vader. Dan sta je daar met een militair, iemand van een speciale eenheid, met zo'n automatisch wapen, die zegt tegen mij: uh -uh, Ik mag niet spreken over een God in de hemel die mijn vader is. Dat mag ik niet zeggen, want dat is binnen deze cultuur niet geoorloofd. Om dan te zeggen: Ja, hij is mijn vader, want zijn zoon. Gaf het leven voor mij. Vrienden, zullen we samen het bemoedigende woord van God openen. Het is bijzonder om dan steeds weer dat woord tot ons te mogen nemen. Maar het is niet altijd makkelijk. Als ik nu op de klok kijk en ik denk, ja... Ik had vanmorgen vroeg zo graag met jullie een boodschap willen delen. Maar dan is de hele dag vol weer opnieuw weer vol met politie, met onzekerheid, dingen opruimen onder begeleiding, weer ergens naartoe gereden worden, overgenomen worden door een volgende politieauto en dan uiteindelijk in de middle of nowhere moet je gaan zoeken weer naar een nieuwe plek. En dan staan we hier in de drukte nabij de stad. Maar het is goed. We mogen het woord openen en we mogen het delen. God is goed. Ja, God is altijd goed. 1 Petrus 1. Beginnen we bij het eerste vers. Petrus, een apostel van Jezus Christus. Aan de vreemdelingen verstrooid. In Pontus, Galatië, Kappadocië. Kijk eens, daar hebben we de politie. Sorry jongens, dan nou moet ik hier weer. Kort uh, onderbroken. Ik zet hem even stil. moet ik weer naar de politie en dan hoop ik later. Uh, de boodschap verder op te kunnen pakken, we pakken de draad weer op, vreemdelingen lazen we. Vreemdelingen. Ja, we zijn vreemdelingen op deze aarde. Deze vreemdelingen die zijn verstrooid. In Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bethinië. Wie zijn dat? Dat zijn de stammen van het volk van Israël. Ook als we naar kijken naar 1 Jacobus. Misschien wel goed even twee tellen te kijken. Dan staat daar ook Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus... aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn. Zaligheid. Dus verstrooid. We weten het ook in handelingen. Als daar de Heilige Geest wordt uitgestort... Dan zien we daar een schare van mensen die ook uit deze plaatsen kwamen. De mensen die niet vreemd waren aan het verbond, niet vreemd waren aan de Torah, niet vreemd aan de schaduwdienst. Zij kwamen daarop naar Jeruzalem. Nou, deze mensen zijn uitgegaan als een licht in de wereld. Zij die tot geloof gekomen zijn daar op die Pinksterdag zijn als. Als, 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 je zou dus kunnen zeggen, als een brood dat gebroken wordt, uitgegaan en verspreid over de verschillende plaatsen. En dat licht wat in hen was opgegaan door de genade, mocht opgaan in andere harten. En zo stelt God ons vandaag de dag op de plaatsen waar wij zijn om het licht van deze wereld te zijn, om ons leven als het ware gebroken te laten worden. Te delen met de wereld die verloren gaat opdat zij behouden worden in die ene naam die onder de hemel gegeven is, die naam van de Heer Jezus Christus. Vers 2 zegt zo mooi, de uitverkorenen naar de voorkennis van God en Vader, in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigt. De uitverkorene. God de vader. We zouden kunnen zeggen God de vader is degene die verkiest. Het is de zoon die koopt. Die gekocht heeft door zijn bloed te storten. Door zijn leven te geven. Door zichzelf als een offer te offeren. En dan is het die heilige geest. Die, die de gelovigen vervult. Die de gelovigen... Leid door het leven. Die heilige geest, die wil ons leiden. Overeenkomstig dat woord van God in het spoor der gerechtigheid. Wat een wonder. Om dit zo te mogen kennen. Een vader in de hemel. Een geest die ons leidt. Een zoon die ons vrijkocht. Onze hoge priester die daar in de hemel woont. Nog even. En hij komt, hij komt en zal gerechtigheid brengen, daar waar nu de ongerechtigheid lijkt te overwinnen. De kop van Satan is verbroken, zijn macht is nog zo groot, maar straks zal hij voor eeuwig in die poel van vuur worden geworpen. O oh, halleluja, wat een dag zal dat zijn, als het kwaad voor eens en voor altijd weg zal zijn. Laten we verder gaan in de derde vers. Geloofd zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. God de Vader, hem mogen we loven, loven, want hij heeft in zijn grote barmhartigheid ons wedergeboren, opnieuw geboren. En dan staat er tot een levende hoop. Voorheen in duisternis, verkocht onder de zonde. Altijd maar bezig met verzamelen, meer en meer en meer, meer geld, meer spullen, carrière. Namaken. Om dan daarin geheel vrijgekocht, wedergeboren, vanuit de dood tot het leven. Een vark is altijd maar op zoek naar meer. Nog, 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 nog. Maar we zijn gestorven. We zijn met Christus begraven. We zijn met hem opgestaan in het nieuwe leven. Lieve vriend, vriendin, mag jij dat zeggen? Ik was dood, maar nu mag ik leven. Misschien zeg je wel: nee, dat durf ik niet te zeggen. Ik kan dat niet zeggen. Dan ben je dood in zonde en misdaden. Hoor dan de stem van het evangelie. Hoor de stem van het evangelie. Zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Hij gaf zichzelf, opdat wij tot een eeuwigheid niet zouden hoeven sterven, niet verloren te hoeven gaan. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft, gelooft, vertrouwt. Vader, ik heb gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Maar ik kom tot u en ik geloof dat u uw zoon gaf, opdat ik zou leven. Hij stortte zijn bloed. Hij betaalde de prijs die ik tot een eeuwigheid niet kan betalen. Ik wil op hem rusten. Ik wil op hem vertrouwen. Dat is geloven. Begin soms zo wankelend. Gij klein gelovig. waarom het gij gewankeld? Om dan in dat overgevende leven. Te leren meer en meer te vertrouwen. En dat is een proces van kleding. We zullen het ook zien in de volgende versen die komen. Maar dan zijn we wedergeboren tot een levende hoop. Niet een hoopje, iets twijfelachtigs. Ik hoop het. Ja, ik hoop het. Nee, ik hoop het. Ik sta erin. Ik hoop en ik grijp daar naar dat eeuwige leven. Niet omdat ik goed ben, niet omdat het mijn keuze is. Maar omdat hij zichzelf gaf voor mij, opdat ik zou leven en in deze hoop zou voortgaan. Overwinnend, van kracht tot kracht. Want Jezus is niet dood, maar hij is opgestaan. En dat geeft ons moed, lieve vrienden. Het graf is leeg. Hij is opgevaren. En zoals de discipelen hem zagen opvaren, zo zal hij terugkomen. Petrus, Petrus is een levende getuige daarvan. Simon, hij werd Petrus Rots genoemd. Op deze Petra, op deze geloos beleidend. Gij zij de zoon des eeuwige Gods, des levende Gods. En daarom werd Petrus, Petra, Kefas, rots genoemd. O, oh, hoe heerlijk. Een levende hoop. En dan staat er in het vierde vers tot een onverderfelijke en een onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Die in de hemelen bewaard is voor u. In de hemelen, vrienden, hoor je het. Niet hier op de aarde. Nee, die, die, die onverwelkelijke erfenis, die onvergankelijk is, die wordt daar bewaard. Hier is alles onderworpen aan het proces van afbraak, van dood. Ten dagen als je daarvan eet, zult gij de dood sterven. En Adam nam en at. En in hem en met hem. Zijn alle mensen aan de dood onderworpen. We zien het in de schepping, alles vervalt, alles maakt, alles gaat steeds verder in dat proces van afbraak. Maar dit, dit blijft, dit is eeuwig vast in Christus Jezus. Dat staat er in het vijfde vers, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof. Tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En wij beleven die laatste tijd, vrienden. Ja, dat is niet makkelijk om dat te zien. Het is niet makkelijk om te zien hoe alles in de wereld als het ware tot een climax komt. Sommigen van ons zien het totaal niet. Maar degene die ogen hebben om te zien, oren hebben om te horen en een hart om op te merken, zien dat de macht van de Satan alles in het werk stelt om de mensdom tot de vernietiging te brengen. Maar God staat overal boven. Nog even en Hij komt. Hij, ja dat zal in die laatste tijd geopenbaard worden. En in Hem, maar ook in die zaligheid en in dat onverwelkelijke wat Hij voor ons beloofd heeft, daarin verheugen wij ons. Ja, wij verheugen ons in Jezus Christus. Vers 6. Nu en weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menige lijve zoekingen. Wat kunnen we soms? moedeloos worden? Wat wordt er aan ons leven geschud als het ware, om ons moedeloos te maken? Alles wordt in het werk gesteld om ons te doen twijfelen aan deze hoop. Om die hoop als het ware weg te nemen. Maar wij moeten over het aardse heen zien naar het hemelse. En iedere mogelijkheid die er is, aangrijpen om te zeggen, Heer, hier zijn we. Mogen we het licht van u doen schijnen in deze duistere Ondergaande wereld. Hoe heerlijk is dat? Dus ook als je voor de zoveelste keer. Je kan er zo moedeloos van worden. Dan komt er opnieuw een politie. Opnieuw word je welkom geheten. Moet je uh, je paspoort laten zien? Krijg je weer een sperf. Dan denk je: wat is dit in de wereld? Moet ik dan elk uur verantwoording afleggen? Is hier dan niet een systeem waarin duidelijk staat dat ik hier ben? En. Elke keer weer opnieuw. En dan moet je ook met elkaar als gezin goede moed houden en elkaar bemoedigen, elkaar, elkaar wijzen, dat we gekneed en beproefd worden en dat we iedere keer opnieuw de mensen wie het ook zijn moeten ontvangen met een glimlach en als het ware hen op hun gemak weten te stellen in onze nabijheid. Lieve vrienden, het leven met God is een leven dat niet over rozen gaat. Maar er is een leven waar een kracht van uitgaat, als Gods geest in ons werkzaam is. En daarom moeten wij waakzaam zijn, dat niets, maar dan ook niets, dat liefdevuur in ons verdooft. Zie omhoog, zie op hem, en besef dat de Satan erop uit is om het liefdevuur te doven. Het scheelt van het geloof. Mogen we voor ons houden dat al die pijlen die op ons worden afgestuurd, of het nou van een terroristische organisatie is, of van een politieinstituut, of van een, een jeugdzorginstelling, of van een werkgever, of van een buurvrouw, of van een echtgenoot, een kind, een familielid, alles is erop uit om dat vuur in ons te doven. Maar laten wij zien dat we niet de strijd hebben tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden en de machten in de lucht. Dus die schreeuwende buurvrouw moeten we niet zien als het kwaad. Maar we moeten die schreeuwende buurvrouw leren ontmoeten als een mens met een hart. wat liefde nodig heeft. Wat onze liefde nodig heeft. Maar lieve vrienden, als het van mijn liefde afhangt, dan is het gauw over. Maar als mijn hart vervuld wordt met de liefde van God. dan kan ik delen met diegene die tegenover mij staat te schreeuwen. Want het is niet van mij, maar het komt bij Hem vandaan, de Vader van het leven. Hem behoor ik toe als een instrument. En vanuit Hem mag ik leren delen. Mijn kracht ligt niet in mij, maar het is Zijn kracht, die Hij door mij heen aan de wereld wil tonen. Hoe heerlijk om dat meer en meer te leren. Niet ik, maar Christus leeft in mij. O Vader, verheerlijk U zelf. Door ons heen. Tot glorie van uw naam. Tot opbouw van het koninkrijk. Tot bemoediging van het lichaam van Christus. Lieve broer. Lieve zuster in de Heer Jezus Christus. Wij hebben elkaar nodig. Zullen we voor elkaar bidden? Zullen we samen die goede strijd strijden? Niet tegen elkaar. We leven in die laatste dagen. O, laten we toch opmerkzaam zijn dat er zaterdag erop uit is om verdeeldheid te brengen. Te scheuren. Laten wij. Ons openstellen aan de Heere God en zeggen, Heere God, geeft u ons ogen om te zien, om op te merken. En dit woord aan het hart te drukken, dat dit onze richtsnoer is. En zo met elkaar dat leven te leven. Ja, we worden soms bedroefd door al die verzoekingen die op ons afkomen. Maar laten we dan elkaar bemoedigen, die slappe knieën weer sterk doen zijn. Elkaar een schouder geven, een schouderklop, een knuffel, een kus. En zeggen, broer, zus, zie omhoog. Zie het Lam God. Hij heeft zichzelf overgegeven tot in de dood. Wij mogen onszelf overgeven. Zeg Eer, hier zijn we. Mijn hondje heeft nooit gezondigd. Ik weet dat er een tijd in mijn leven was: dat ik dacht, was ik maar een hondje. Dan hoefde ik niet voor God te verschijnen. En nu denk ik soms: arm hondje. Dat geluk wat ik mag kennen in Christus Jezus, dat kent dat hondje niet. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen. Weet je wat er staat in het zevende vers? Opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Goud wordt door het vuur beproefd en dan wordt het mooier, steeds mooier. Het schuim gaat eraf, dat onedele gaat uit het goud op het moment dat het beproefd wordt in het vuur. Nou zo komen wij als het ware in die smeltkroes, wordt ons leven gedrukt op verschillende manieren. Jij op jouw manier, ik op mijn manier. Maar dat alles heeft een doel, omdat Christus meer gezien wordt in deze wereld. En dan staat er in het achtste vers: de welke gij niet gezien hebt. Wie niet? Christus niet. Petrus wel. Petrus heeft hem gezien. Maar hij geeft deze boodschap aan diegenen daar in die verstrooiing die hem niet gezien hadden. En o oh vrienden, hoe mooi is het? Jij en ik, wij hoeven niet na te gaan denken: Ben ik uit de stam van Levi, van Benjamin, van Juda? Welke stam ben ik? Nee, ben ik ingelijfd in die edele olijfboom? Wij hebben hem nooit gezien. Maar nochtans mogen we ons in Hem verblijden. Dat staat er, hè? Dewelke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verhoogt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Misschien zeg je wel, jammer, ik ken die vreugde niet. Vrienden, ik zou willen zeggen: laat niets je verhinderen om die vreugde meer en meer te genieten. En het heeft alles te maken met relatie. Ik sprak het gisteren met die agent. Hij zei, als wij met elkaar gaan spreken... Hij was sterk overtuigd van zijn, van zijn religie. Hij zei, als wij gaan spreken op kennisniveau... dan botst het, dan zullen we nooit bij elkaar komen. Ik zeg, maar zoals Adam uit het stof van de aarde is gemaakt... En de ruach van God daarin geblazen werd tot een levende ziel. Zo hebben wij het vandaag de dag nodig. Dat die, die ruach in ons werkt. Die Heilige Geest. En als die met ons meekomt, in daarin meewerkt. Ja, als het, als het ware die woorden van ons beademd worden door zijn geest. Dan gaat daar kracht van uit. En dat is het. Als je dan daar in tranen tegenover Hem mag vertellen wie die God is. Die mij vrijkocht mij vrijzetten om een ambassadeur van hem te zijn. Dan geloof ik dat die ruwacht daarin meekomt, want hij doet het in mij ademen. En zo, lieve vrienden, draait het alles om een relatie. Het is niet de kennis. Ja, het begint met kennis. De kennis vanuit het woord van God. Die kennis gaan we toestemmen. Ja, Amen. Dit is de waarheid. Ja, amen. Ik lig in zonde, verloren. Ik heb de dood en de hel verdiend. Maar God gaf zijn zoon op dat ik gered zou worden. Ja, ik lig daar diep in die put. We zien het hier, als we soms aan het wandelen zijn, heb je zo'n put. Dan ligt dat put vol met skeletten. Dat ziet er zo naar uit, zo diep beneden je. En nou, in zo'n put te zitten, geen uitkomst te zien. Maar een ieder die de naam des Heren aan zal roepen, die zal zalig worden. Die zal gered worden. Geloof je heid? Zeg je daar gelovig amen op? Roep in de nood tot de Heren en hij hoort je. Kennis toestemmen, hij hoort. Als ik roep, dan zal hij antwoorden. Als ik hem gelovig vertrouw, dan vergeeft hij mijn zonde. Maar ik zie het niet. Nee, ik mag het geloven. Op het moment dat ik schuil achter het bloed van het lam, wordt dat schuldregister schoongewassen. Waarom? Omdat Hij goed is, getrouw is. En daar mag ik op leren staan, op vertrouwen, met heel mijn hart. En dan, je hand leggend in die hand van de Vader, voortgaan van kracht tot kracht. Die relatie steeds sterker. Iedere morgen wakker worden. Zeggen: Papa, dank u wel voor deze nieuwe dag die ik uit uw hand ontvang. Bewaar me vandaag voor struikelen. Bewaar me dat ik niet mijn eigen inzicht zal navolgen. Bewaar me dat ik niet opstandig en boos zal worden als er teleurstellingen op mijn pad komen. Kneed mij voor mij naar uw beeld. Laat uw liefde in mij tot volheid komen. Laat die liefde van u stromen door mij heen. En zo mag jezelf steeds kleiner worden. Struikelen. Jezelf tegenvallen. Ach, ik had vandaag zo gehoopt een goede dag te hebben. En vandaag dat, die, dat, dat ik vandaag nou eens een keer geen lelijke dingen zou zeggen of denken. Maar dan terugkijkend, ach, het is weer mislukt. Om dan vervolgens op een dag wakker te worden en geen hoop te hebben van jezelf, maar alleen nog maar hoop te hebben op Hem. Te roemen in Hem. Te roemen in Hem alleen. Want in ons is geen kracht, maar in Hem is alle kracht. Hij die aard en hemel schiep, wil vandaag jouw kracht zijn, maar ook morgen. Tot in aller eeuwigheid. Dat is leren wandelen in het geloof. Niet zijn. Maar alles in hem zijn. Dan staat er, hè? zo mooi: die, die onuitsprekelijk en heerlijke vreugde, die gaat toenemen. Dat wordt meer en meer. Hoe minder je van jezelf denkt en hoe meer je van hem denkt, hoe groter die vreugde wordt. En ga er maar van delen, lieve vriend. Misschien durf je het niet. Ik zeg, ja, maar als ik zeg dat ik, dat ik van de Here hou, dat ik van de Heeren Jezus hou, dat ik geloof dat, dat zijn bloed mij vrijkomt... dan krijg ik tegengas. Ja, dat klopt. Dan krijg je tegengas. Er zijn momenten dat je ergens staat. Dat je denkt, nou ze kunnen me nu zo oppakken, ze kunnen me afvoeren. Maar getuig maar. God komt erin mee. Hij wil verheerlijkt worden. We zijn een instrument in zijn hand. Ja, maar de cultuur waarin ik leef, die wil er niet van horen. Dat maakt niet uit. God kocht jou met dat doel hem te verheerlijken. En diegene die in die cultuur is, die er niet van wil horen, die kan vrijgekocht worden uit die cultuur. Oh halleluja. Oh halleluja. Lazarus was dood. Dood in het graf. Er was geen, geen hoop. Nee, Martha en Maria dachten: Nee, het is te laat. Jezus, je bent te laat. Te laat? Lazarus, kom uit. En Lazarus kwam uit. De dood moet wijken. De cultuur moet wijken. Als het leven gaat ademen. Halleluja. Wat een god dienen wij, lieve vrienden. Daar staat er in 9: Verkrijgen het einde uws geloofs. Namelijk de zaligheid der zielen. Einde, dat doeleinde, daar waar, het op, daar waar het uiteindelijk allemaal om gaat. Dat is die zaligheid der zielen. Dat is het einde van het geloof. Straks hoeven we niet meer te geloven. Straks mogen we eeuwig, eeuwig hem genieten. Mag jij dat zeggen, vriend? Maak ernst. Maak er vandaag ernst mee. Stel het niet uit tot morgen. Wie weet, is er geen morgen? Ja, misschien zeg je, maar dat gaat toch zomaar niet. Nee, dat gaat zomaar niet. Het heeft alles gekost. God keek van boven naar de wereld en hij zag dat er niemand was die naar hem zocht, niemand die was die naar hem vroeg. Alle zijn ze afgeweken, alle zijn ze onnut geworden. Slangenvergif is daar in hun mond. vergif. vloeken, overtredingen, onreine gedachtes, moord en doodslag. Het is alles het deel van het mensdom geworden. Maar God zag. En hij, hij gaf zijn zoon. Opdat wij. Rein, heilig, rechtvaardig. Met en voor hem zouden leven. Van welke zaligheid ondervraagd in vers 10 en onderzocht hebben de profeten. Die geprofiteerd hebben van de genade aan u geschied. Ze hebben ernaar onderzocht. Ze, ze hebben zich ernaar uitgestrekt. Ze hebben, ge, ze hebben gehoopt ook dat te kunnen zien wat wij mochten zien. Ze stonden ervoor. Wij mogen terugkijken. Wij weten dat het lam geslacht is op Golgotha. Zij spraken ervan, verwonderden zich erover. Hoeveel te meer zouden wij stille, vol aan moeten zijn, als we over deze dingen nadenken. Als ik denk aan een Daniel, aan Jeremia, aan een Isaiah, aan een Johannes. Onreine lippen. Heilig, heilig, heilig bent u, o grote God. Zouden wij niet stil en vol ontzag moeten zijn als we over hem nadenken? Ja, hoe groot zijt gij, o grote God? Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, die was in hen, beduidde die roeag en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende. Zij verlangden daarna, ze zagen het. Ze zagen het van verre. En af 12, de welke geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden met hun profetieën. Deze dingen die u nu aangediend zijn, bij de welke die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die van de Hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Zelfs de engelen zijn begeerig om in deze dingen in te zien. Die engelen worden niet gezondigd. Die engelen weten niet wat het is. Om gebukt te gaan onder zonde, onder ongerechtigheid. Om te, te merken dat je gevangen zit in jezelf en je weet, je weet met jezelf geen raad. Je wil vrijkomen en je denkt, nu gaat het goed. Twee dagen, drie dagen en ach, het gaat weer niet. Om te ontdekken dat er in ons geen kracht is. En te ontdekken dat die werkelijke vrijheid ligt in daar waar geen verwachting meer is van jezelf om te roemen alleen in hem en dan terug te mogen kijken en te mogen zeggen ja ik ben waarlijk vrij het heeft geen macht meer op mij en op het moment dat dat wat een macht op je had zich weer aandient dan spreek je vol verachting dan zeg je ga weg satan ga weg satan je weet wat het is om in die kracht van Christus meer dan overwinnaar te zijn, is dat geen genade. Die roemt. Die roemen in God en in God alleen. En die meent te staan, die ziet toe dat hij niet vallen. Vrienden, wat hebben we nodig om nederig te zijn. Nederig. Als we een andere. Zien worstelen, zien struikelen. Zo'n ander in zonde gevangen zien. O, laten we voorzichtig zijn met onze woorden. Laten we bidden of God ons hart wil, ont wil vervullen. Met ontferming, met liefde. Voor die broeder die opnieuw verstrikt is. Voor die man die maar niet van de fles af kan blijven. Voor die man die maar vol onreinheid voortgaat en voortgaat. Er is in zijn hart een wond. Er is in zijn hart een gat als het ware. Er is in hem geen kracht, omdat de kracht van Christus niet in hem is. Hoe nodig is het om die God die aard en hemel schiep te leren kennen als die God die onze vader wil zijn. Zullen we samen nog wat verder gaan in dat dertiende vers. Daarom opschortende de lendenen van het verstand en nuchter zijnde hoopt volkomenlijk... Op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Opschortende. Zoals je de, als je de jurk omhoog doet. Hier lopen de mannen in jurken. En je moet gaan rennen. Dan doe je hem omhoog. Dan kan je rennen. Nou, zo moeten wij. Opschortende. De lenden van het verstand. We moeten nuchter zijn. We moeten waakzaam zijn. Nuchter zijn. En voorkomelijk hopen. Met al wat in ons is. Hopen op die genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Vandaag, hoe Hij meer en meer geopenbaard wordt, maar ook straks, als Hij gezien zal worden op de wolk, als de bazuinen klinken. O, heerlijk! Is toch die naam van Jezus Christus? Jezus. Hoe zoet is toch die naam? Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig. Aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Die begeerte naar geld. Die begeerte naar meer. Die begeerte naar carrière, naar naam. Die begeerte naar een mooi dit of een mooie dat. De begeerte naar vleeselijke dingen. Die zo oogstrelend kunnen zijn, maar die zo. Verderfelijke invloed hebben. Nee, dat was vroeger, maar niet nu. Laten wij niet gelijkvormig aan die begeerlijkheden zijn, die waren het toen, toen we nog onwetend waren. Maar nu, nu dat woord van God, het levende woord, vroeger lag het misschien wel op je nachtkastje. Je las het voor het slapen, je las het voor het eten, maar het was niet anders dan een letter. Maar vandaag mag het je eten en je drinken zijn. Dan mag je je voetstappen richten naar dat woord en besef dat de zonde zich aandient. Vandaag van die kant, morgen van die kant. Vandaag in de gedaante van een gruwelijk monster, morgen in de gedaante van iets schitterends, iets vlijends, iets zinderends. Maar het einde is de hel. Waakzaam zijn is Heer, leid mij. Heer, geef mij ogen om te zien wat u wel behagelijk is. En bewaar mij om niet opnieuw in dwaasheid te vallen. Maar gelijk hij, in vers 15, die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Word ook heilig in al uw wandel. In mijn denken, in mijn spreken, in mijn handelen, in alles mag ik heilig worden, zoals Hij heilig is. Want er staat geschreven in het 16e vers: daarom dat het geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Jullie daar in die verstrooiing, te midden van de heidenen. Besef dat ik mijn verbond gaf op de Sinaï. Besef dat ik mijn woorden gesproken heb en mijn woorden gegeven heb, waarin staat: wees heilig, want ik ben heilig. Ik wil jullie apart zetten. Apart, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Te midden van een wereld met compleet andere culturen, ideeën, inzichten. Ben jij een apart. Part gezette die leert leven naar dit woord, want er staat geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. Petrus citeert het uit het Eerste Testament, die vijf boeken van Mozes. Zijt heilig, want ik ben heilig. Vader, wat bedoelt u? Leert u het mij? Spreek door uw woord en door uw geest en leid mij in dat spoor. O vrienden, dan komt er zo'n heerlijke. Tijd in je leven, als het stof als het ware van het hele woord van genus tot openbaring afgaat. En je mag drinken, verzadigd worden, verkwikt worden, bemoedigd en voortgeleid worden. In die grazen gewijd, maar soms ook door een dal van schaduw is doods. Maar dan is Hij bij ons met Zijn woord Zijn geest. Hij gaat voor ons uit. Hij wil ons leiden. Nee, niet drijven, maar leiden. Vers 17. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt, naar eens ieders werks, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Als geliefde kinderen, heilig wordend, ja in Christus voorkomen heilig zijnd, maar heilig wordend. Dat betekent meer afgezonderd, afgezonderd. Wat bedoel je nou precies dan? Wij zitten midden tussen de, een compleet andere islamitische cultuur in huisgezinnen met vijftien man. Dan zijn wij diegene die daar als het licht in de licht en het zout in de zout geheel anders zijn. Toch de liefde delend, toch liefde ontvangend, maar niet ten diepste een kunnen zijn, omdat we namelijk van een ander koninkrijk zijn. Wordt heilig. En dan staat er: Die Vader, die is zonder aanneming des persoons. Hij oordeelt naar een ieders werk. Door genade zijt gij zalig geworden. Niet uit u, het is Gods Niet uit de werken, omdat niemand roemen. En toch is het God de Vader die straks oordeelt door Jezus Christus over onze werken. Dus uit genade zalig geworden, om de werken te werken die God voor ons heeft bereid. En dat zijn altijd werken die we kunnen toetsen aan het woord van God. Als het tegen het woord van God ingaat, is het niet uit God. Hij oordeelt. Hij zegt dus niet de dus zonde aanzien, des persoons. Niet jouw mooie gewaad, jouw mooie kleding, jou, jouw familiaire afkomst. Nee, God oordeelt niet. Zoals Jacobus zegt: hè, Je ziet een man binnenkomen die gering is. Uh, armoedige kleding, die zet je achteraan. Dan komt iemand met een gouden ring aan de vindingen, een mooie kleed, en die zet je vooraan. Dan ben jij een oordeler. Je hebt voorgetrokken, maar dat doet God niet. Zonder aanneming des persoons. Nou, als God dan ons aan die werken oordeelt, dan moeten wij wandelen in vrezen de tijd van onze inwoning. Een heilige, diepe vrezen: God is heilig. Rechtvaardig en goed. En ik ben op weg naar die heerlijkheid die hij bereidt voor alle die hem vrezen. En daarom moet ik opmerkzaam zijn wat ik doe. Hoe besteed ik mijn tijd? Hoe ga ik om met de dingen die God mij heeft toevertrouwd? Hoe ga ik om met de mensen die ik ontmoet? Hoe ga ik om met mensen die aardig tegen me zijn? Of mensen die boos tegen me zijn? Of kwaad over me spreken? Hoe ga ik daarmee om? De tijd... Uitkopende. Wandel in vrezen in deze tijd. Wetende, vers 18, dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel die u van de Vader overgeleverd is. Nee, nee, nee. Zilver en goud heeft ons niet gekocht. Maar wat dan? Vers 19. Maar door het dierbare bloed van Christus als van het onbestraffelijke en onbevlekte lam. Hoe heerlijk is dat? Gistermorgen om vier uur in de morgen, kwart voor vier, gingen we uit bed. En zijn we samen met een man uit de bergen naar de markt gegaan met een schaap, met een lam. Stonden we op de markt, ontelbaar veel schapen te blaten. Die wachten op een koper, aan de touw gebonden. En ja, daar was een koper, maar die ging weer voorbij. En weer een. Kwamen niet tot een overeenkomst. En daar was een koper die gaf wat er gevraagd werd. En het touw werd losgemaakt van de hand. Het schaap ging met een ander mee. Vanaf dat moment kon die man ineens vrij over de markt bewegen. Al die tijd hebben we bij hem gestaan, want we hadden geen vrijheid. Maar het schaap kocht ons als het ware vrij. En dan kom je langs de slager en dan zie je hoe de schapen worden geslacht. Bloed vloeit. Een gezin kan weer eten. Het is wat... als een lam... is hij... de slachting geleid... om het touw... aan mijn hand gebonden... los te maken... en in vrijheid te gaan... voor hem... en hem alleen. Waardig... is het lam. Hij stortte zijn bloed... onbestraffelijk. Hij was Onbesmet. Als ik hier op die markt kijk, dan komen ze langs. En doen ze die mond open, kijken ze naar de tanden. Ze voelen aan de vetlok, ze voelen tussen de poten, ze voelen aan de buik. Ze keuren het lam. Zo is mijn lam gekeurd. Onbestraffelijk. En toch kruisigt hem, kruisigt hem. Hoe is het mogelijk? Omdat mijn zonde, jouw zonde, op hem geladen werd. Daarom. Moest hij sterven, moest zijn bloed vloeien. Vers 20. De welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Ja, om jou en mijnentwil moest hij geopenbaard worden. voor de grondlegging der wereld was het bekend dat hij zijn bloed moest storten, maar het moest nu voor onze ogen openbaar worden. Vers 21. Die door hem gelooft in God. Welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Door hem mogen wij geloven in God. Ja, hij heeft ons de Vader geopenbaard. Hij heeft gesproken zoals ik gisteren mocht spreken: dat er in hem de weg, de waarheid en het leven geopenbaard heeft. Niemand kan tot de Vader komen. Ik mocht niet spreken over een Vader in de hemel. Ik heb gezegd dat mijn heiland heeft gesproken. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Hij bracht mij tot het Vaderhart. Wel voorgekend is geweest. En dat in Hem mogen we dus geloven, in Hem mogen we vertrouwen. Hij is opgewekt uit de doden. Hij heeft de heerlijkheid gekregen, gekroond met gouden kroon. Opdat ons geloof en onze hoop op Hem zouden zijn. Kom vrienden, vol goede moed. Vol hoop, vol verwachting, vol geloof. Mogen we zonder te zien voortgaan. Misschien zien we het tegenovergestelde als wat we hopen. Maar laat de hoop niet de grond ingeboord worden. Want wij hopen niet op dat wat we hier zien, maar op wat in Hem bereid is voor ons. Die Hem lief hebben met een onuitsprekelijke liefde. Zo lief heeft Hij ons. En hij verlangt ernaar dat ook wij vanuit die onuitsprekelijke liefde gevuld worden... ...om die onuitsprekelijke liefde te mogen delen. Vers 22. Hebben de dan uw zielen gereinigd in gehoorzaamheid de waarheid. Door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde... ...zou het elkaar vurig lief uit een rein hart. Broederlijke liefde. Vrienden, ik moest er van de week zo aan denken... ...als ik bij zoveel verschillende gezinnen samen met mijn gezin word ontvangen... ...word opgenomen. Je moet het je voorstellen dat er net... Zo'n, ik denk twintig mensen stonden, dat de politie ons uitleidde en wij achter ze aan weg moesten, zonder dat twintig mensen en uit de ogen rolden tranen. Waarom? Waarom? Omdat we daar waren en met de mensen het leven mochten delen. En ze als het een verlies hebben ervaren dat we bij ze weggingen. We zijn er niet waardig. We zijn er niet waard. Maar dan bedenk ik bij mezelf, lieve vriend, hoe is het mogelijk in de wereld. dat broeders en zusters van hetzelfde huisgezin. die in Christus Jezus één zijn, tegen elkaar strijden? Hoe is het mogelijk? Ik ben beschaamd. Ik ben beschaamd, want ook ik maak deel uit van de scheurmakers. God vergeven het mij. Ik wil een samenbinder zijn. Zoals Jezus het deed. Ja, tegelijkertijd moeten we soms die geestel pakken. Zoals Jezus die tempel reinigde. Moeten we de waarheid scherp snijden. Maar tegelijkertijd, vrienden, moeten we in ons hart de eenheid die in Christus is, zoeken. Niet de eenheid die de wereld wil maken ten koste van de waarheid. Daarom staat hier: hè, Hebben er dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid de waarheid? De waarheid alleen maakt vrij. vandaag wil men goed heten wat kwaad is in Gods oog. En dat eenheid noemen. Nee 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 vrienden. Wat zonde is is zonde. En dan moeten we eerlijk ons in durven uitspreken. Kwaad is kwaad. Krom is krom. En zij die Recht heten wat krom is, zullen straks in een verschrikkelijk oordeel vallen. O, geven God toch ogen aan het lichaam van Christus, aan de gemeente en aan de kerkmensen voor dat wat kwaad is, opdat ze bewaard worden voor het verderf. Toets het aan het woord van God. Hebt elkaar vuriglijk lief uit een rein hart. Een rein hart is een hart wat gereinigd is door het bloed, wat met de zonde niet kan leven. Wat de zonde haat met een bittere, dodelijke haat. Zou ik niet haten, heren die u haten? Ja, met een dodelijke haat. Haat ik hen. Dat sprak de psalmdichter. Wij moeten het kwade haten. En zoeken te wandelen alleen in die weg die God wil dat we wandelen zullen. En dan staat er in het 23e vers: Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijke zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Zo mogen wij dat zaad. Zaaien. Op verschillende plekken. Het zaad van het woord laten vallen. Hij heeft beloofd dat hij voor de wasdom zal zorgen. Dat kunnen wij niet. Wij mogen het zaaien. Wij mogen het aan de Heer overgeven en bidden dat hij het zijn doet voortgaan. O oh, halleluja. Wat is het heerlijk. Het is niet aan ons. Het is niet in ons. Het is... Wij kunnen geen mensen bekeren. Maar wij mogen vertellen van die God in de hemel. Die mensen... Roept tot geloof en tot de zaligheid in die zaligmaker Jezus Christus. En we mogen vertrouwen dat God door zijn geest het werk zal voleinden. Wat een ontspannen werk om zo te mogen werken. Dan staat er in het 24e vers: Met alle vlees is gras. En alle heerlijkheid is mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Laten we er oog, oog voor hebben. Je ziet het hier zo heel nog veel meer eigenlijk als bij ons in het Westen. Je ziet hier van die kleine, mooie, springende jongens en meisjes. Je ziet die mooie jonge mannen en vrouwen. Maar je zit hier ook heel veel bij hele oude, uitgemergelde mensjes. die niet meer kunnen zien, die alleen nog maar zitten. Ze zijn de dood en de verdwijning nabij. Als gras, als een bloem die vandaag op het veld staat, sierlijk pronkt. Maar morgen knakt en voorbij gaat. Zo gaat ook de mens voorbij. Maar, vers 25, het woord is heren blijft in de eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Vrienden, dat heerlijke woord van God. Het is ook vandaag weer geopend. Het is weer verkondigd. We weten niet of het nog een keer geopend zal worden. Ik weet niet of ik nog eens een boodschap zal kunnen delen. Het is ook iedere keer weer spannend of er een moment is om het te kunnen delen. Maar hoe heerlijk als het weer open gaat. Neem de tijd als je ochtends vroeg opstaat. Zorg ervoor dat jij je agenda bewaakt en zeg nu eerst een moment om alleen te zijn met dit woord. Met die God die met mij in een relatie beleven. Daar wil ik bij zijn, dicht bij Hem. Voor je het weet is de dag voorbij en heb je geen moment gehad met Hem. Hoe meer je deze momenten met Hem zoekt, hoe meer het je leven zal doordringen en je zeker mag zijn. Ik weet, mijn Verlosser leeft. Vriend, vriendin, de Heer zegenen jou. Verblijf je in het woord, in het levende woord. Open jezelf als het ware door te zeggen: Heer, hier ben ik. Breek af wat van mezelf is. En bouw op wat u behaagt. In Jezus' naam. Vriend, vriendin. Wees gezegend. Shalom.